Vandaag YouTubers, vandaag gaan we een tutorial maken van de World Edit. Dat is een plugin voor de Bucket server. Die link ga ik natuurlijk in de description zetten voor jullie. Ik zit hier nu in de survival map. Dus ja, de file die je eigenlijk nodig hebt, ga ik eens tonen hier. Waar staat die? Ja, daar, World Edit. Dus ja, die jar file heb je natuurlijk gewoon nodig. Dit is niet simpel. Het is heel simpel, bedoel ik. Ik ga de description. Wat zeg ik nu? Ik ga de link in de description zetten voor die file. Voor die World Edit. Het is natuurlijk voor bucket servers. Ik heb nu voor geen ene simpeler. Ik heb nu voor een domme reden gewoon naar mijn spawn geteleporteerd. / home gedaan nu. Oké, ik ga even naar buiten gaan. Dit is mijn huis. Ja, er staat natuurlijk nog niet veel in, joh. Ik heb nog niet zo lang gehad om me daarmee bezig te houden. Ik heb meer gedaan met plugins en zo. Dus wat je gewoon nodig hebt is een wooden axe. Voor die plugin. Dus het is niet moeilijk. Het is gewoon eigenlijk twee knoppen die je moet induwen. Dus de eerste knop is first position. De tweede knop is second position. Linker en rechter muisklep natuurlijk. Dus wat je nu eenmaal doet gewoon is gepakt in eerste positie. Dat is mijn linker muisklep. En dan een tweede positie. Hier. En dan doe je / set. En dan nog iets. Ja, dit dingetje ga ik even weg. Dus wat je eigenlijk nodig hebt is een / set. En dan een nummertje. En die nummertjes die staan eigenlijk voor verschillende blocks of items ofzo. Dus wat een goede site is, is Minecraft ID. Het is gewoon Minecraft ID list. En dus hier zie je allemaal nummers staan van blocks. Ik ga eens kijken welke ik ga gebruiken voor jullie. De pumpkin die ga ik gebruiken, die is nummer 86. Dus wat ik nu doe is gewoon / set 86. En er zijn allemaal pumpkins. Dus het is eigenlijk ook niet moeilijk. En stel je hebt iets verkeerd gedaan, dan doe je gewoon / undo. En dan is het vorige weer weg. En kijk, de first position / set 5. Dat zijn wooden planks, voilà, die worden wooden planks. Als ik dan / undo doe, gaan die weg. En dan zo. Dit is mijn tutorial van de plugin. See you later, guys. En zeker subscribe op mijn channel. Bye.